De tijd is gekomen om Lagos op te zoeken en aan te pakken. Mijn bedoeling was om het plan van Brasidas te volgen en het te doen op een vredige manier. Maar na het volgen van het plan van Brasidas is die questline afgelopen en was de vredige manier in één keer niet meer haalbaar. Dus het lijkt nu de enige manier te zijn om nog te doen, om hem toch op te zoeken en aan te pakken. Daar lijkt het op. Dus dat is dan maar wat we gaan doen. Hij is ook een cultist, dus aan de andere kant is het aanpakken van hem in ons voordeel. Want alle cultists, dat zijn toch mensen die... ja, die mij dood willen. Dus dat is toch niet, zijn niet mijn vrienden. Ja, we gaan ons best doen. Ik weet het niet. Hier loopt een mercenary volgens de map. Ik wil ook mijn paard, want dan loop ik harder. Op naar het fort. Op naar het fort. Waar Lagos zich bevindt. Misschien dat we dan Brasidas daar tegenkomen. Dat we daar vandaan Brasidas... toch nog dat hij ons kan vertellen van hoe we dit vredig kunnen doen. Want hij is toch ook de man die half Arcadia van eten voorziet. Is ons verteld. Op zich een heel volk zonder eten werkt in niemands voordeel. Lagos proberen, ja, als het kan, vredelievend mee te krijgen met onze cause. Maar ja, oh. Lekker paard. Ga twee keer liggen. Goede tactiek. Battle of the Ancients and the Gods. Mooie plek ook. Mooie plek. Ja, ik had toch gehoopt dat Brasidas nog ergens hier was om ons te vertellen hoe we dit moeten doen. Op een normale manier. Maar Brasidas is niet hier. Brasidas is niet hier. Wat we wel zien hier is heel veel level 37 vijanden. Waarom is er niet nog een sidequest waarin Brasidas ons vertelt hoe we dit veilig kunnen doen? Waarom niet? Is er niet? Nee, is er niet. Het is wat het is. Deal with Lagos. Ik had dit willen doen zonder iedereen te moeten vermoorden. Omdat Brasidas zei dat dat kon. En toen was Brasidas in één keer verdwenen met zijn mooie plan. Dus wat willen we nu? Wat willen we nu? Komt in één keer een level 37 leider aangelopen. Hier is een ingang, staat er. Honden zijn er ook. Hoe kunnen we dit veilig doen, jongens? Ik weet het niet.
zonder bloodshed. Het lijkt niet te kunnen. Waar is Brasidas? Heeft Brasidas ons hier in een val gelokt? Zal toch niet? Heeft Brasidas ons hier in een val gelokt? Door tegen ons te zeggen dat het op een vredige manier kon, maar dat dat niet kan. Nee, Brasidas zou dat toch nooit doen. Zou Brasidas dat doen om ons op die manier op te lichten? Ik kan hem haast niet voorstellen, joh. Critical stealth attack kan ik alleen maar doen, maar niet een critical. Ik ga het toch doen. Gelijk met die heavy attack erachteraan. Hier. Oh, het is ook de Polemarch. Het is ook de bos van het fort. Fort Polemarch Spartan Seal. Die hadden we nodig voor die andere sidequest. En nu vraag ik me af, kan ik gewoon met hem praten? Is dat een mogelijkheid? De Nation Chest, die kunnen we even leeghalen. Kan ik gewoon met deze man nu praten en zeggen dat we zijn familie hebben gered? Kan dat ook? Interact. Ja, het lijkt te kunnen. Find me sooner or later. What tipped you off? You killed my soldiers, but you helped my family when I couldn't. Even if we're apart, we kunnen toch de vredige oplossing gebruiken. It's the least I could do. The world is so chaotic now. The cult made it that way. We're living in divided times. Sparta against Athens. Old against new. And do you think the cultists aren't stoking the flames on both sides? I've seen what they can do, what they're willing to do. I want what's best for Arcavia. I'll consider what you have to say. It's not too late. Leave the cult of Cosmos and join Brasidas. You expect me to trust you? After how you slaughtered the Monger? I know what you do to cultures. I won't bow my head just for you to cut it off. That wasn't my plan. Then I should thank you for letting me face death as Spartans do. Dus de vredige optie is geen mogelijkheid. Brasidas, we hebben het geprobeerd. Maar deze man staat niet open voor de vredige optie. Sorry Brasidas, ik heb het geprobeerd. Maar omdat wij de Monger niet vredig hebben geëlimineerd, is het geen mogelijkheid om deze man vredig te elimineren. Talk to Merini en Brasidas. Is wat we nu krijgen. Ik heb het geprobeerd, Brasidas. Maar het kon niet. We hadden toch de Monger rustig in die grot moeten omleggen. Lagos di Argon.
Ik dacht even dat ze hier bij het fort waren, maar ze zijn daar verderop, 200 meter. Dan kan ik hier misschien deze captain nog eventjes erbij aanpakken. Vijandige strijders. Pakken we graag aan. Kijk. Hup. Staan daar aan de overkant op de berg. Hier is ook nog een captain. We hebben de leader van dit gebied gedood. Pirini en Brasidas. En Pirini zal blij zijn, Brasidas wat minder. Maar ik... Ja, nogmaals. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd om hem om te praten. Hij wilde niet. Hij wilde niet. Brasidas gaat mij dit kwalijk nemen. We hadden het kunnen doen als we de Monger gewoon in die grot hadden afgemaakt. In plaats van hem publiekelijk te laten slachten door een stel boze vrouwen. Maar goed, daar hebben we nu niks meer aan. Dit was mijn playthrough. Het is wat het is. He's dead. This complicates things. One less cultist seems simple enough. Lagos was a dear friend once. Je ziet niet hoe het gegaan is, jongens. Ik heb mijn best gedaan. I'm sorry, Brasidas. But when Lagos joined the cult, he sealed his fate. So you execute the Monger in public against my advice, and now you kill Lagos? If you were under my command, you wouldn't be anymore. I don't follow orders. I do what I have to. So it's done. I suppose you'll be wanting to report the news to Sparta soon. You're right. We've done all we can. It's time to go to Sparta. So is it. Yes, we hebben gedaan wat we kunnen. It's time we returned. Marini, you are as determined as ever. I'm sure you will regain your house soon. With Lagos dead, arrangements must be made to ensure Sparta doesn't starve. Arcadia is safe once more. And the bounty is lifted. We are free to travel without fear. Then let's continue our journey. Weer een cult is minder. En daarmee hebben we deze quest afgerond. Judge, jury, executioner. En kunnen wij terug naar Sparta? Want we hebben alle sidequests die we moesten doen, hebben we afgerond. Hebben we daar nog nieuwe items voor gekregen? We hebben een quest item gekregen. Een nieuwe Spartan War Hero belt. Ja, klinkt goed. Leveltje up, kunnen we een ability kiezen. Increase hunter damage. Hoppakee. Hartstikke mooi. En de volgende quest wordt dan terug naar Sparta. Talk to Marini in front of the throne room. Dat gaan we doen. Ja. We gaan het meemaken in de volgende video. Graag tot dan!